Yo, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Terwijl Roger en welkom in Mindtopia. Welkom terug allemaal in Mindtopia. En jongens, vandaag ga ik even een paar dingen met jullie bespreken. Het gaat over de invites. En jongens, ik moet trouwens ook zeggen, echt de steun die we krijgen allemaal op Mindtopia is echt huge. Ik krijg per video meer dan 1000 likes omhoog. Dus hartstikke tof. Vind je het nog steeds tof om Mindtopia te kijken op mijn kanaal? Laat even meteen een blauw duimpje achter omhoog als je het dus leuk vindt. En ik vind het gewoon geweldig. Maar ik ga eens een paar dingen, want ik zou laatst, heb ik gezegd, in deze video zou ik eigenlijk de invite uitleggen hoe je het kan winnen. Maar dat ga ik zo vertellen. Als eerste ga ik allemaal zo meteen vertellen verder in de video. Voor nu, terug naar roleplay en we zitten weer in mijn oude huisje. Want ik heb het huis verkocht, hebben jullie gezien de vorige keer voor 100.000. Heb ik 100.000 ekkies, of 100.000 eurotjes aanverdiend. Dat was wel even lekker, maar helaas moet ik nu het huis verlaten. Dus dat ga ik het ook zeker doen. Dus ik ga dit allemaal wegleggen, dat heb ik allemaal meegenomen in mijn oude woning. En let's fucking go. Boop, we gaan naar buiten en we zullen het allemaal wel zien. Nou, huis van Rotjochie. Nou, niet meer dus. Plotinval staat dus wel mijn naam. De meiden moeten het nog regelen. Maar dat mogen ze allemaal later gaan regelen. Zoek het lekker uit. Ondertussen zie je misschien een hele leuke update op de server. Je ziet overal pompoenen in plaats van normale lampjes. Dat komt omdat het Halloween is deze maand hier op Mindtopia. En natuurlijk gaat Mindtopia zich helemaal aankleden naar Halloween. En met kerst was het ook hartstikke sick. Maar zoals nu zie je overal brandende zombies lopen. Dat is vrij vervelend, maar ik vind het hartstikke awesome eerlijk gezegd. Oh, sorry hoor meneer zombie. En het is hartstikke tof, maar ik ga dus nu onderweg naar mijn nieuwe woning. Want ik woon zoals jullie weten in het Fantastic Five gebouw. Daar ga ik dus wonen. Ik heb een hele vette vloer gekregen, een hele vette verdieping. En ik woon tegenover David. Wow, what the hell? Wie is dit dan? PC staat er volgens mij of is dat gewoon iets leuks? Ik ga even checken wat het is. Architectenbureau. Holy shit man, dit ziet er vet uit. Wauw, dit is natuurlijk van die architecten, dus het moet natuurlijk goed eruit zien. Ik kan niet binnenkijken, want ik ben natuurlijk geen... ik ben geen inbreker. Ik ben geen inbreker. Dus, oké, okay, ik moet zeggen, het ziet er leuk uit. Architectenbureau, kun je huis maar inrichten. Dat vind ik allemaal wel tof. En ik ga even kijken, jullie zien... Oh, deze boom. Oh, dit is zo sick. Moet je kijken, jongen. Alles is fucking Halloween-achtig. Wat is die hele mooie boom, weet je nog? Nou, dus dat is een Halloween-boom. Ach, hou toch je kop, zombie. En oh god, lava. Oké, okay, tof. En die straal van Duffy is niet meer groen, maar rood. Oké, okay, leuk man. Ik vind het Halloween gebeuren echt super vet gemaakt. Goed, we gaan door naar mijn nieuwe woning. Ik ga even kijken voor de eerste keer in mijn woningje hoe het er allemaal uitziet. Want David, ik had hem natuurlijk helemaal geen tijd. Want ik heb het zo druk met zaakjes doen. En, oh, er zit ook zombies hier binnen, zie ik. ADHD-BV is open van Joris natuurlijk. Even kijken, IKEA Tech is ook al open. Oh, ik heb voor 2500 dingen een grillplaat halen. Voor 1000. Nou, dat is wel even gedaan. Zoek naar andere meubels om te werken met een grote IKEA. Oké, okay, nou, is een cameraatje. En dit is een dikke vette televisie. 20.000 inclusief de boxen. Dus voor 20.000 heb je deze dikke tv in je woning. Dus ik moet binnenkort ook even... Voor 500 server, 100.000 euro's. Nou, op zich, ik moet zeggen... Kassa, maar ja, kassa's heb ik niks aan natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik dit best wel een vette winkel vind. Ik ga denk binnenkort ga ik even bij de IKEA shoppen en mijn huis even inrichten. Als eerste moet ik even kijken... Oh, wow. Fashioniek is dicht. Oh, nee. Ja, het zit allemaal natuurlijk achter de dingen nu. Hou je kop, man, zombie. Rotbeest, man. Godverdomme. Nou, we gaan even richting mijn woning. Ik ben nog niet geweest. We gaan even kijken wat David ervan gemaakt heeft. Ik vind David in ieder geval hartstikke vet. Ik heb toch een klein beetje zien binnen. Hartstikke mooi, maar ijs en dat soort dingen. We gaan mijn huis even bekijken. En die ziet er zo uit. Holy. Holy shit. Fucking veel kisten dat ik al mijn spulletjes in kan droppen. Dus dat is wel chill. Ik ga het meteen even doen. Tak, 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 tak. Oh man, het is sick. Holy shit, man. En oh, oh, ik heb een balkon. Ik heb een... Oh, dit is sick. Ik ben uitzicht. Dit is fucking nice, man. Van de vierde. Helaas die wel glas tussen nog. Maar kijk dan. Je kan hier de Dodo's winkel zien. Je kan hier het stuk van Minework zien. Ja, ik kijk eigenlijk die grote boom. Maar ja, goed. Tot nu toe is het toch een mooi plot. Dus ik vind het wel cool. Hartstikke tof, man. En ik heb een... Oh, nee, Diederik. Ik heb gewoon een fucking jacuzzi in mijn huis. Oh, ik heb een jacuzzi. Holy shit, en alles is van diamond. Ik zei tegen David, ja, laat maar zien dat ik een rijke jongen ben. En het is me zeker gelukt. Het is me 100.000 gekost, maar goed. Fucking hell, dit ziet echt sick uit. Mijn woning is zo nice, man. Holy moly. Dat betekent dat ik binnenkort wat ik ga doen dus. Denk ik even langs het architectenbureau ga. En ga voor een mooie inrichting. Want ik wil best wel een vette inrichting hebben. Natuurlijk het king size bed die ik laatst gezien had in de IKEA. In mijn livestream. Dus dat was hartstikke tof. En wow man, ik ben echt blij met mijn woning. Even kijken, ga ik even boven kijken. Want boven zitten er nog meer woningen. Jezus, er zitten nog 2 verdiepingen bovenop. We gaan eens even kijken.
Oké, dan komen we hier aan. En dan hebben we hier, wie woont er hier? Gaan we even kijken. Hier woont G-Typo. Oké, hij heeft gewoon een glazen vloer. Het is er ook niet slecht uit, moet ik zeggen. En dit is gewoon leeg. Ga ik even kijken. Ah, dat is een leuk woningje. Oh, die kleine woningjes zijn wel leuk. Daar woont ook nog niemand. En daar woont Vee. Vee woont hier aan de overkant. Ook leuk, gezellig. En als ik hier boven ga, wie woont hier boven? Op de bovenste verdieping. Want daar heb je heel vette balkonnetjes, heb ik gezien. Oh god, dit is echt nice. Even boven woont... Oh, mooie vloer. 125.000. Heb je deze? Oh, what? What? Deze is fucking sick. Deze is echt ziek, man. Holy shit, man. Deze is fucking nice. Deze is echt mooi. Moet je kijken, jongen. Heb je echt een mooi uitzicht? Oh, man. Deze is echt sick. Oh, je kan naar beneden kijken. Oh, wow. Hey, deze is echt vet. 125.000. 160.000 heb je deze. Is natuurlijk nog groter. Oh, god. Penthouses, jongen. Misschien wil ik daar wel ooit gaan wonen als ik mijn oude woningje niet meer leuk vind. Maar voor nu haak ik met mijn oude woning. Ik vind het hartstikke tof. In ieder geval. We gaan even over op de zaken. De orde des zaken. Of de zaken, weet ik veel. In ieder geval, we gaan over op de zaken. Het houdt in mijn invite. Ik had gezegd op Twitch, jongens. Jullie mogen mij een berichtje sturen met jullie businessplan om iets toe te voegen aan de server. Dus een vet plan om rijk te worden. Dus op de server, goede werk of een goede zaak. Stuur je ideeën op. En ik heb iets van 400 berichten gehad. Ik heb er zo'n een stuk of 80 tot 100 gelezen. En op Twitch is dat heel veel werk. En ik moet zeggen, het zijn echt allemaal kut ideeën. Ik heb gewoon de 100 keer bekeken. En allemaal, of allemaal hetzelfde. Allemaal een ziekenhuis. En allemaal een casino. Maar dan is het heel vaak is het gewoon niet goed doordacht. Van oké, een casino en een ziekenhuis. Maar hoe ga je dat betalen? Hoe wil je er geld mee verdienen? Met het ziekenhuis ga je geen geld verdienen natuurlijk. Dus allemaal zijn maar stomme kut ideeën. Dus dat idee, die shit gaan we even schrappen. We gaan een andere manier over om invites weg te geven. Dat gaan we later horen, want er komt binnenkort een update in de server. Dat je bijvoorbeeld ook kan werken met fitness en met gezond eten. En een hele grote update. Komt er dus meer soorten banen beschikbaar. Meer soorten bedrijven kun je oprichten. En dan gaan jullie het wel horen hoe ik die invite ga doen. Want voor nu, ik was eerlijk gezegd, ik was best wel niet teleurgesteld. Maar ik had iets van gast. Denk even goed na wat je wil. Want heel veel mensen zeggen, casino, open een casino. En dan van ja, ga, 1. Hoe ga je het geld verdienen voor een casino eerst te krijgen? 2. Als je een casino hebt, hè, wat ga je doen? Dat is de grootste altijd. Wat ga je doen nou als de mensen die bij jou komen gokken alleen maar winnen? Stel je voor, ik kom naar jouw casino, ik gok 1 keer met 500 euro en ik win. Krijg ik 500 euro van jou? Maar ja, kan je dat wel betalen? Nee, dat kan je misschien niet. Nou, dan ben je failliet, ben je het casino kwijt. Dat bedoel ik. Het is niet zo makkelijk om een casino bijvoorbeeld te openen en dat soort dingen. Heel veel mensen denken heel makkelijk erover. Of ja, in de roleplay. Ja, gast, hallo. Muziekwinkel. Ik ga geen muziekboxen bij je kopen, hoor. Ik heb ze nu wel. Maar ik ga geen cd's bij je kopen. Ik bedoel, wie luistert nou naar muziek in Minecraft? Weet je? Ik snap wat je plan is. Hartstikke leuk. Maar denk even iets verder na dan je neus lang is. Dat is vooral het moraal van het verhaal. Ik ga dus even snel langs mijn club. Ik moet even mijn club kijken of ik daar dan misschien nog post heb gekregen. Want ik heb natuurlijk geen brievenbus meer. Voor nu. We komen er nog aan hier. Dus even maar die zombie geluiden zijn zo irritant. Gaat geen kop, man. Zo. Goed. Even lekker mondje dicht. Zo. Klootzak. Hé? Lul. Oké. Ik ga even naar mijn club langs. Kijken misschien of daar mensen iets in mijn postbak gedropt hebben. Of hebben ze misschien daar iets gedaan ook qua Halloween. Dus ik ga even kijken wat nog meer van Halloween is. Ik weet dat bij Lars ook een gigantische boom voor zijn deur staat. Vooral om met Lars te kutten. Maar goed, we gaan even langs de club even kijken hoe het allemaal goed hoe het zit. Want deze kaart, ik heb ook iets grappigs net op de server. Even kijken of hij nog online is. Ja, Dragirion. Ha, die was net online gekomen voor de eerste keer op Mindtopia. Hij heeft gezegd, ja, je moet 1000 euro betalen aan de Fantastic Five om bescherming voor ons te krijgen. En hij geeft me zo 1000 euro. Zonder iets te vragen verder. Hij gaf het me gewoon. Oh, is goed, neem het maar. Dus heb ik even snel 1000 euro aan verdiend. Dat was wel heel veel lekker. Gratis geld is altijd mooi geld, hè. Nou, goed, gaan we. Zijn we in mijn club aangekomen. Hé, hey, een boek. Oh, sollicitatie van die gozer dus. Hé, hey, Dylan. Ik ga hem niet eens meer lezen. Een sollicitatie en je begint met E. Dylan, E-E-Y. Nou, ik ga even lezen voor de grap. Hey Dylan, ik wil solliciteren als barman of DJ. Mijn stijl van muziek is bijvoorbeeld dance, van Dimitri Vegas en Like Mike, Imagine Dragons en et cetera. Vriendelijke groeten, Dragirion H. Nou, Dragirion H, ik moet even kijken, want ik wil meestal eigenlijk alleen maar mods op de server die mijn bar kunnen runnen. Want
Ja, het is nogal veel geld komt er binnen. Vorig jaar ook 25.000 verdiend in dit feest. En dan moet je er wel mee kunnen omgaan. Dus dat is wel iets wat... wat wel een must is. Maar ik hoor boven al lava. Kijk, ik heb dus de zombie DJ die de verkeerde kant op staat te kijken. Maar goed. En ik heb dus lava in mijn zwembad. Fijn. Dus ik kan niet even zwemmen. Ja, wel mijn huis. Tenminste, daar een Task 5 bouwen. Dus dat is wel chill. Goed, nou. Dat wil ik even laten zien aan jullie. Ik heb verteld over de invites. En ik zie meer mensen op de server. Er gaan steeds meer mensen op de server komen ook. Ik vind het hartstikke leuk. Hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Hartstikke leuk. Hallo, Martje. Doei, Martje. Dan gaan we even kijken of verder gewoon wat de Halloween gedaan is. Want ik vind het allemaal wel grappig. En meer plots komen erbij. Mensen kopen er steeds meer spulletjes en shitjes. Dat vind ik allemaal wel gezellig. Martje, waarom volg je me? Vind ik een beetje eng? Wil je appel? Nee, ik wil geen appel. Eens even kijken, wat is dit? Niels, Susanne. Oh, kijk! Oh, dit is ook leuk. Ik zie het. Het is Kluivers. Is het Halloween? Maar ik denk dat het Birko is. Of Trillerion. Ik denk Trillerion, want het was een politiepakkie. Maar Trillerion loopt dus gewoon te vliegen in Vanish. Met, ja, het was een spook. Het was een spook van Halloween. Alright, nou, dus Duffy's dingen. Die zijn allemaal zwarte dingetjes gekregen. Zwarte raampjes. En hij heeft ook van die netherbomen. Wat grappig. Helemaal tof. Van die netherbomen. Hartstikke gaaf. En wow, dit plot. Holy moly zeg. We gaan gewoon oversteken hier met die internettabels. Allemaal lava en vuur. Holy shit man. Het ziet er toch sick uit. Het is toch vet. Ook hier. Kijk hoe fucking dope het eruit ziet. Gewoon zwaan in lava zwaan. Dan kan je gewoon chillen. Het is wel een beetje chillt op het bankje. Zit ik hier ook gewoon te chillen. Wauw man. Ik vind het echt leuk hoe ze het uitgepakt hebben met Halloween. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen met kerst. Oké, hier is de gat in de grond. Zal ik kijken? Hallo? Nee, het is niks. Oh! Oké, ik kan er wel uit, gelukkig. Mooi. Oké, ja, goed. Ik vind het wel leuk om te kijken zoveel Halloween dingen, man. Ik vind het echt grappig. Ik hou van Halloween. Ik vind het leuk dat de server, oftewel Mindtopia natuurlijk, zo uitgepakt heeft. Kijk, is er nog iets leuks om te zien? Ik weet dat bij Faku wat voor zijn deur stond. Daar kregen we namelijk klachten over. Dus even kijken. Faki, wat heb je voor je deur staan? Recht voor zijn deur. Recht voor zijn deur gewoon. Puur om te fucken. Recht voor zijn deur. Nou, ondertussen. Wat ik even ook wil laten zien. Ik had laatst eerder iemand op de server. Die heet V. Drop Vater. En die was in het begin niet zo heel lekker bezig. Die wist niet wat ze moest doen. Maar nu wel. En ze heeft een privé. Die privé is een roddelblad. En het is super leuk gedaan. Je hebt bijvoorbeeld hier. De privé editie 1 week 42. David, RV, Lucie, Mindtopia, Kevin de Goldigger. En Van Duur restaurant naar Oliebron. Nou, hier zie je bijvoorbeeld David, RV. De laatste tijd lijkt allemaal niet zo lekker te gaan. Dus David, RV in Mindtopia. Bewoners merken dat ze steeds vaker ruzie maken en dat ze minder met elkaar omgaan. Ook is Kevin de laatste paar dagen vaak gespot met Reve. Woe! Donderdag zagen ze en betrouwde bonnen hem zelfs in Reve haar huisje gaan. En vervolgens weer lachend uitlopen. Ik bedoel, dat is heel leuk. Die privé heeft echt hele leuke dingen. Maar ze stonden de zaakjes. Waar gaat het over, man? Echt 18 pagina's lang met roddeltjes. Het is super leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt grappig dat privé dat doet. Dus ik denk, elke week ga ik wel van een privé bij de kopen. Dat is 210 eurotjes maar in de server. Dus dat kan ik wel missen. En ze toch gewoon 5 minuten lang plezier even lachen en lezen. Ik vind het wel leuk. Dat kan je halen bij privé haar kiosk. Dus dat is hartstikke leuk. Hartstikke tof. Alright mensen, in ieder geval. Dit was eigenlijk de video. Ik heb een paar dingen gemeld wat ik belangrijk vond. Ik heb mijn huis gecheckt. Ik moet even langs de IKEA binnenkort. En het lijkt me hartstikke tof als jullie natuurlijk ook mee gaan melden wat voor leuke ideeën jullie hebben voor mij in Mindtopia. Laat me even weten wat van jij eigenlijk moet doen. Met wie ik vrienden moet worden, met wie ik vijanden moet worden. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later nog tot ziens natuurlijk. Peace. Oh my.